Ja, mijn naam is dus Pieter Boersma en ik zit dus ook in het familiebedrijf samen met mijn broers en mijn vader. En ja, we zijn echt van jongs af aan zijn wij allemaal opgegroeid en er gewoon ingerold. Nee, we zijn melkten dus eerst in 2 keer 10 visgraad. En dus later zijn we hier overgegaan in 2015 naar 8 VMS'en. En daar werken wij zeer tevreden mee en daar zijn we echt laaiend en enthousiast over. Het is een heel andere manier van denken, een heel andere manier van werken. Je hebt veel meer vrijheid. Met familie werken is altijd heel leuk. En het heeft ook voor- en nadelen, zoals altijd, alle andere dingen. En wij hebben wel, ons bedrijf is heel gefocust op iedereen heeft zijn eigen tak. Mijn jongste broer Frederik die richt zich echt op akkerbouwtak. Die doet daar alles in. Ik ben echt de veeman, ik regel hier alles. En Reense doet landwerk. Dus als wij om 5 uur naar huis gaan, dan zijn er ook andere dingen in het gezin. Daar moeten we ook voor staan. De veranderingen van mij persoonlijk, ja, hoe moet je zeggen. We hebben het overdag drukker met de koeien. 180 was heel makkelijk te managen. Ik heb nu 500 hier, dus daar heb je het iets drukker mee. Maar met die 500 koeien hebben we meer vrijheid dan met die 180 koeien. En dat is puur door die 8 VMS'en die er weer staan. Kijk, we hebben nu een grotere stal en we melken meer koeien. Er moet dan wat meer. Deze stal is gewoon, ja, als we nu 400 melken of 500, dat maakt niks uit. Die robots draaien wel, die kunnen dat aan. Er moet alleen wat extra voer in die mengwagen. De tank is groot genoeg voor de melkopslag. De optiduo die schuift het voer ervoor, robots die melken de koeien. Dus ja, dan kan het ook allemaal. En dat is ook, ja, dat vinden wij ook heel belangrijk. En dat is ook een van de belangrijkste dingen dat voor ons ook heel belangrijk is. Ja, de Laval heeft ons heel, heel erg geholpen met alle dingen, met ons meegedacht. De selectieruimtes hier, de strohakken hier. Daar hebben wij echt veel aan tafel gezeten. Wij hebben dus voor een all-inclusive plus contract gekozen. Ook met de redenen van, we hebben alles naast elkaar gerecht. Die zijn ook heel goed en sterk in de service. En dus gewoon met de monteurs 1-op-1 contact. En dat is, dat is super. Ja, we hoopten natuurlijk, dat we hierheen gingen, dat de koeien gingen stijgen met de productie. En dat alles makkelijker ging lopen. Maar dat ze zo snel gingen stijgen en zoveel, dat hadden wij niet gedacht. En het loopt nu nog en het stijgt nu nog. En dat is, we willen nog hoger en we willen nog meer. Ja, de lat moet altijd omhoog en we willen nog meer hogere productie halen. En daar streven we ook naar. Als ik zou één advies moet geven, als we willen groeien, zo snel mogelijk met robots gaan melken. Want dat is gewoon de techniek op het moment en dat draait gewoon als een trein.